er samen voor hebben gezorgd dat er een aantal sponsors zich hebben verenigd en ook een financiële bijdrage hebben geleverd om dit toernooi mogelijk te maken. De officiële opening van het toernooi zal worden verricht door wethouder Marco Kastelein en ik geef hem graag het woord. Goedemorgen allemaal, ik hoop dat jullie er veel zin in hebben vanochtend. Nou, de jongeren zeker, want ik zag ze hier allemaal bij de bekers kijken wat je kan winnen hier in Gouda. Fantastisch toernooi hier met heel veel mensen. We zitten allemaal dicht opgepropt bij elkaar, maar dat geeft aan hoeveel belangstelling er is voor dit toernooi. Nou, welkom allemaal in onze mooie stad Gouda, waar we ook trots zijn dat dit toernooi georganiseerd wordt. Een stad die bekend is op het stadhuis, de Sint-Jan en natuurlijk kaas en stroopwafels. En ook een beetje voor dit open toernooi van Messenmaker, wat al voor de 18e keer georganiseerd wordt. Het is een gigantische organisatie, dat begrijpt u. En u heeft al twee keer geapplaudiseerd, maar ik denk voor al die mensen die hier dit georganiseerd hebben en die gisteravond al bezig waren om het boel klaar te zetten, nog een applausje voor wat ze gedaan hebben. Nou, u zit natuurlijk te popelen om de eerste set te doen. Schaken is een geweldige sport, maar je moet je hoofd erbij houden en blijven nadenken. Ik hoop dat u met elkaar een gezellige dag heeft, dat u veel plezier heeft in de schaakbord en dat er de beste, die mooie bekers die hier staan, zullen winnen. En ik wens je dus heel veel plezier vandaag. Dank u wel.